in deze kerk. Ik heb al heel veel geluiden gehoord van mensen die hier niet zo bekend zijn. Wat een mooie kerk is het hier toch. Maar daar kwamen wij eigenlijk niet van. We komen voor die groep, die mensen, die juniors die hier klaarstaan en zich de hele dag hier op hebben voorbereid om hier een geweldig spektakel neer te zetten. De mooie liederen met diepgang, met liefde en vreugde. En ik wilde het toch even openen met een kleine tekst uit Gods woord. Iets over Zacchaeus. Als je die poster ziet, wie niet weg is, is gezien. Allemaal mensen, jongeren, kinderen, die zich verstopt hebben op dat blaadje. En mijn kleinzoon heeft er al aardig naar gezocht. Kiekeboe noemt hij het blaadje. Mensen verstoppen zich en laten zich ook vinden. En dan denk ik aan Zacchaeus. Zacchaeus is zo'n man die Jezus wel wil zien. Maar die ondanks zijn rijkdom en wie hij is, daar niet bij kan komen. En hij verstopt zich in een boom om te zien. Niet om gezien te worden, maar om te zien. En dat is een van de mooie dingen die je elke keer weer tegenkomt. Jezus ziet ons wel. En ook al zitten wij hier misschien met de gedachte van nou, kijken wat er komt. En misschien zien wij ook wel iets van Jezus daarin. Maar Jezus zegt, ik zie u en ik wil het voor u zijn. En daarvan laten de kinderen ook zo meteen zien. En daar ben ik blij dat we dat mogen doen hier en zo mogen aankondigen. Ik wil daarom ook de zegen vragen van God over deze, dit samen zijn, deze, dit optreden, dat we ook voor de kinderen bidden. Heer God, onze Vader, dank u dat u ons de gelegenheid geeft om hier samen te zijn, om te zingen, om blij te zijn met wat u ons geeft. Dat we zeker mogen weten dat u ons ziet en dat wij erop gezien worden. Heer, misschien kwamen we hier alleen maar om zelf te kijken. Om te zien of u er bent. En wat u dan nog te zeggen heeft in deze dag. Maar u ziet ons en u wil ons zoveel geven. Heer, wilt u uw zegen geven over deze kinderen, over hun optreden. Dat ze daar in alle vreugde en vrijmoedigheid van mogen genieten. En zo blijven. In Jezus' naam. Amen. Straks vinden ze ons.
2. Neem er maar één van mij. Dank je. Mag ik even? Ik ben met drinken van... Yeah.
Nee, ik pak iets meer voor je. Heeft iemand iets te drinken van mij? Sorry, maar het laatste beetje hou ik echt liever voor mezelf. Oh nee, dit gaat niet goed. Het wordt al een beetje licht in mijn hoofd. Misschien heeft er iemand in het eten in het bos nog iets te eten voor mij. Jongens, wij hebben geen honger bij mij in het trek.
knuffel voor mij binnen. Ik dacht dat ik het me wel alleen aankon, maar op dit moment kan ik mijn vader heel goed gebruiken. Ik mis mijn buurvrouw en ik moest altijd bij haar komen als mijn vader en moeder moesten werken. En ik dacht dat ik heel goed kon kaartlezen, maar volgens mij moet mijn juf nog een heel klein beetje bijspijkeren. We bakken er helemaal niks van. Mij zien hoe het
zou papa nog aan me denken? Zou ik nog terug mogen komen? Weet je, ik zet gewoon mijn telefoon aan. Jongens, mijn vader houdt van me!
Bouwvakkers mogen bij mij mee. Hé, 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 doe maar mee. Hé, hé,
Wat een feest. Hartelijk bedankt, kinderen. Geweldig. Echt genoten. Nou, de weg naar God is open, dat is duidelijk. We laten ons leiden en we zijn er bijna. Nou, weer mooi, kan het niet. Er rest ons nog enkele praktische dingen. Dit concept, dit gebeuren, werd aangeboden door de IEC, Interkerkelijke Evangelisatie Hogeveen. Wij hebben regelmatige diensten. Dit was ook voor ons nieuw en mooi om te doen. Het andere is dat wij op 10 december in het Vredehoofd een concert hebben van Garis Music. Die brengen een prachtig kerstconcert. Je moet dat maar eens opzoeken. CD Productions, Garis Music. Mooi programma met een wat volwassener groep of dit. Maar wel met dezelfde energie. En dat is wel heel grappig als je als volwassene dat vast kunt houden. Dat je zoveel energie kunt geven aan de mensen om je heen. Het andere is dat de collecte zal zijn aan de uitgang. Doen we 2 euro. Dus aan iedere kant een collecte. Moet ik meer zeggen? Eigenlijk zou ik ze nog wel een keer willen. Het feest is zo snel afgelopen. Zouden jullie nog wat hebben? Ja. Ja. Ik ga gewoon zitten. Nog sneller.